verhaal dat ik wil vertellen. En dat is een verhaal van... Het gaat over... Het is een antwoord op de vraag... Worden we gevormd door onszelf, door onze omstandigheden? Dat is altijd de eeuwenlange discussie. En dit verhaal is ontstaan, werd verteld naar aanleiding van in de tijd van de Boeddha. Was er een... wacht even hoor. In de tijd van de Boeddha was er een monnik die heel veel met de nonnen les gaf aan de nonnen en... probeerde heel veel omging met de nonnen. En er was zo wat kritiek op dat hij iets te veel zo met de nonnen bezig was. En dat hij iets te weinig bij zijn eigen meditatiebeoefening bezig was. En toen vertelde de Boeddha, er was kritiek op hem en hij reageerde daar niet ontvankelijk voor. Dus hij was was eigenlijk kritisch naar diegene die hem kritiseerde. En toen uiteindelijk hoorde de Boeddha hiervan en die vertelde het verhaal van een mevrouw, een wat rijke dame, die een heel groot pand in haar bezit had, iemand van adel. En die had een bediende en die heette Kali. En de bediende die Kali heette, die was altijd op de achtergrond. Daar wist niemand iets van. Daar had niemand echt veel bij stilgestaan. Maar iedereen vond altijd dat deze mevrouw van dit huis, dit adellijk type, dat een hele goede, hele vriendelijke en hele nette vrouw was. En dat vonden ze altijd heel... iedereen vond dat. En iedereen had het altijd heel erg positief over deze mevrouw. Maar eigenlijk was het wel zo dat... zoals Kali dat wist, was het soms wel zo dat die mevrouw misschien wel eens wat minder netjes was naar Kali toe. En zo... dacht Kali op een dag bij zichzelf, als ik nu eens een keer niet mijn taak zou doen als goede bediende, ja, dan zou misschien mijn meester, die mevrouw dus, zou misschien helemaal niet zo positief zijn. Ja. Het is allemaal vanwege mij dat ze zo heel netjes en heel vriendelijk is. Ja. Als ik nou op een dag ineens ophoud met heel goed voor mijn meester te zorgen. En toen besloot ze om de volgende dag gewoon niet op te staan. Het van protest. Mm-hmm. Het is de vrouw des huizes die moesten vervolgens zelf haar eigen maaltijd klaarmaken. Dus dat was niet echt fijn om te doen. En in die tijd ontbeten ze al. In Azië in ieder geval wel. In het Westen geloof ik nog niet. Dat was dan niet gebruikelijk bij ons. Maar daar wel. En er was niemand die het ontbijt klaarmaakte. Daar was ze natuurlijk heel boos over. En toen snelde ze naar het vertrek van de bediendes. En Ze zei tegen Kali, wat is er nu aan de hand? Waarom ben je zo laat opgestaan? Zegt ze, ja, ik ben gewoon laat opgestaan. Het was een beetje in de war, deze mevrouw. Wat is er nu aan de hand met mijn Kali? En de volgende dag gebeurde precies hetzelfde. Ze stond weer te laat op. En zo gebeurde dat voor de derde keer. En uiteindelijk was de vrouw des huizes, vroeg telkens aan haar, waarom sta je te laat op, zegt ze.
ja, ik sta gewoon te laat op. En toen was ze daar heel boos over. En toen pakte ze een stuk hout. Dat een soort van deurklem was. En daar sloeg ze mee op het hoofd van die Kali. En toen was die Kali, die had een bloedwond op haar hoofd. En die was daar heel erg van geschrokken. En die ging de stad in en die zei tegen iedereen, mijn meester die is echt zo'n vrede vrouw. Die wordt heel snel boos en die zit met allerlei dingen op mijn hoofd te slaan. En iedereen had natuurlijk meteen een hele slechte indruk van de meester des huizes, of van de vrouwen des huizes. En dus uiteindelijk zei iedereen van deze mevrouw, wat een vrede vrouw, wat een boze vrouw, wat een bittere vrouw en zo wel meer. En uiteindelijk vertelt de Boeddha dus dit verhaal en concludeert hij het, dat hij eigenlijk iedereen voortdurend door zijn omstandigheden kan worden beïnvloed. Maar dat hangt ook van onszelf af, zo zegt hij. Soms dan zijn we heel erg beïnvloed door wat sommige mensen tegen ons zeggen. En als mensen een compliment geven, dan zijn we heel blij. En als mensen ons kritiseren, dan zijn we heel erg verdrietig. En dat is misschien ook wel het geval bij deze monnik die heel graag telkens de nonnen opzoekt, omdat ze zulke mooie dingen tegen hem zeggen. En zo zijn we altijd zijn wel eens geneigd soms om te beïnvloed te worden door onze omgeving. Maar zegt dan de Boeddha van we kunnen dat wel oefenen om meer onafhankelijk te zijn, meer vrij te zijn. En hij zegt door onze aandacht, onze geest te oefenen, ik denk dat hij ook meditatie bedoelt, kunnen we onze geest net maken zoals de aarde, waar je hete dingen en koude dingen en allerlei soorten eten en drinken op kunt gooien. En de aarde blijft altijd de aarde, zo zegt de Boeddha. Dus in feite is dat een verhaal dat heel erg gaat over hoe we leren onafhankelijk te zijn van onze omgeving. Er is een bekend verhaal van Aesopus. Jullie kennen Aesopus nog wel, hè? Ik heb er wel eens over verteld hier. Aesopus is de bekende verhalenverteller, waar we de verhalenbundel van La Fontaine van hebben. En dat is verhalenbundel met sprookjes over dieren. Bijvoorbeeld de haas en het konijn, die met elkaar aan het concurreren zijn, wie er het snelst is. En iedereen denkt natuurlijk, de haas die moet zeker winnen, maar uiteindelijk wint het schildpad, omdat het schildpad gewoon altijd doorgaat en de haas niet. Dus dit soort verhalen zijn de morele verhalen. En er is ook een bekend verhaal van Aesopus, wat over de hele wereld is gegaan. En dit verhaal gaat over een molenaar en zijn zoon en een ezel. Kennen jullie het? Weet ik niet. Snap. Maar ik zou het niet meer kunnen zeggen. Ik kan hem niet vertellen in ieder geval. Het is een heel verhaal. Je kunt het in afbeeldingen en archeologische vondsten over de hele wereld vinden. En dit verhaal gaat dus over een man en zijn zoon. En die man die is een molenaar en het is ook nog een ezel. En op een dag wil deze molenaar zijn ezel gaan verkopen op de markt. Dus dan moet hij een behoorlijk aantal dorpen moet hij doorreizen om naar de grote stad te komen. En dus gaat hij samen met zijn zoon op reis. En ze beginnen met, laat hij de zoon op de ezel zitten. Oh ja, dan weet ik het weer. En dan gaat hij zelf naast de ezel lopen. Ze gaan zo samen met de ezel en de zoon gaat hij dus zo op reis.
Dan komen ze langs het eerste dorp en de mensen in het dorp zeggen tegen hem, ze zitten een beetje te roddelen achter zijn rug om. Maar hij hoort het wel, hij hoort het wel. Ze zitten te roddelen. Ja, die zoon, dat is toch wel een ondankbaar neste. Zo'n ondankbare zoon. Die gaat zomaar op die ezel zitten rusten. Terwijl die zijn vader gewoon naast die ezel laat lopen. En die vader is ook een stuk ouder. Die vader is natuurlijk ook al een stukje ouder. En ja, die moet op een gegeven moment ook wel eens een keer wat rust hebben. Wat een ondankbare zoon. Enzovoort, enzovoort. Nou ja, die molenaar die pikt dat op en die denkt, nou ja, dat gaat niet goed. Ik moet wel een beetje voor zorgen dat ze een beetje positief denken en praten over mijn zoon. Dus hij zegt tegen zijn zoon, weet je wat, ga jij maar even naast de ezel lopen, want dan ga ik er wel op zitten. Dan hebben de mensen in ieder geval wat minder praats over ons. En vervolgens komen ze bij het tweede dorp en in dat dorp zitten ze vervolgens te fitten. Nou ja, zeg, wat een luie vader is dat, zeg. Die laat zijn jonge zoon, die nog helemaal niet zo'n sterke spieren heeft, laat hij gewoon naast die ezel lopen de hele tijd. Ja. En die is natuurlijk, tegen dat ze bij de stad zijn, is die zoon natuurlijk doodop. Wat een vrede vader. En vervolgens denken ze, oh jee, dat is niet de bedoeling, denkt die vader. Dat is niet de bedoeling dat ze zo over ons praten. Weet je wat we doen? Zegt hij tegen zijn zoon. Bij het volgende dorp. We gaan gewoon nu allebei gewoon niet op die ezel zitten. Dat is het beste. En dan hebben mensen in ieder geval geen kritiek op ons. Oké, zegt de zoon. En vervolgens komen ze bij het volgende dorp. En je kunt het al raden. Het volgende dorp zeggen ze. Wat een rare molenaar is dat, zeg. Wat een domme molenaar. Hij heeft een ezel. Hij moet helemaal naar de stad en hij gaat er niet eens op zitten. Dan moet je altijd maar gaan lopen en lopen en lopen, terwijl je gewoon een ezel hebt om op te zitten. Nou, zeg. Dat is pas een domme molenaar. Ja, nu begint die molenaar toch wel een beetje over zichzelf. Ja, hij begint een beetje hard na te denken van, wat moet hij nu doen? Dus denkt hij, nou ja. Weet je wat ik doe? Als ik echt wil voorkomen dat er niemand kritiek op mij geeft. Dus ik kan natuurlijk niet mijn zoon op de ezel laten zitten. En ik kan zelf ook niet op de ezel laten zitten. Ik kan ook zelf ook niet op de ezel zitten. Weet je wat ik doe? Ik hang gewoon die ezel aan een grote pool. Aan een soort van lange stok. Ja. En ik hou de ene kant van die stok vast en mijn zoon de andere kant. En dan hangen we de ezel gewoon eraan. Net zoals een soort van kip. Ja, en vervolgens komen ze bij de grote stad. En in de stad hebben de mensen in de stad, de stedelingen, hebben ze nog nooit zoiets raars gezien. Ze zien een molenaar met zijn zoon, die hun ezel die ze willen verkopen op de markt, hebben ze gehangen aan een stok. Nou, dat is pas een raar gezicht. Dat is wel een heel raar gezicht. We beginnen allemaal te lachen om die rare molenaar die zijn ezel aan een stok heeft gehangen. En terwijl ze helemaal heel hard aan het lachen zijn, maken ze natuurlijk heel veel lawaai. En de ezel die wordt daar heel onrustig van. Dus vervolgens weet die ezel zich helemaal los te wringen. En uiteindelijk vlucht de ezel weg en springt hij in het water. En weg is de ezel. Want ezels, net zoals paarden, die kunnen best wel wat zwemmen. En weg is die dus. En de molenaar die kijkt de ezel achterna en zegt, goh, als ik nou gewoon vanaf het begin bij mezelf was gebleven en niet naar al die mensen had geluisterd, dan had ik nu nog een mooie ezel en dan had ik een heleboel. Had ik voor een heel netjes bedrag, had ik die ezel kunnen verkopen. En zo, dit verhaal illustreert dus eigenlijk dat we allemaal wel eens te veel beïnvloed worden door onze omgeving. Het is wel goed om naar mensen te luisteren en de kritiek die mensen geven. Maar we moeten er ook niet te veel ons emotioneel in investeren. En we moeten ons ook niet te veel laten definiëren door wat andere mensen zeggen. Mensen kunnen heel veel zeggen, maar uiteindelijk is het aan ons om onze eigen
pad voor onszelf te bepalen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel wijze mensen die voor ons een goede spiegel kunnen zijn en ons allerlei dingen kunnen vertellen waar we soms zelf niet aan denken. Maar aan de andere kant moeten we ook niet overdrijven. Als je altijd maar probeert te doen wat anderen, om je te voegen naar anderen, dan kom je uiteindelijk nergens. Of zoals één auteur die zei dat heel mooi, die zei: als je niet gecritiseerd wil worden door anderen, doe dan niks, zeg dan niks en denk dan niks. En dat kan natuurlijk niemand. Of in de woorden van de Boeddha: er is nooit iemand in de wereld die niet is gecritiseerd. En dus is dit verhaal, toont dit dus dat we niet te veel geraakt moeten worden door de woorden van anderen. En bedenk dat telkens als je nare woorden van iemand hoort, bedenk dan altijd dat er ook wel weer mooie woorden zullen volgen. En als je hele mooie woorden hoort, dan moet je ook wel even bij nadenken. In het Thais zeggen ze tenslotte altijd dat het best wel moeilijk is om niet boos te worden als je wordt gecritiseerd. Maar het is nog moeilijker om niet te glimlachen als je wordt gecomplimenteerd. En dus zeggen ze dat zo in het Thais. Je hebt ook mensen die er heel gegeneerd door worden, door complimenten. Maar het is toch een soort invloed die je voelt. En dus als mensen heel veel complimenten geven, is het soms ook wel goed om even daarbij stil te staan dat er ook wel weer een keertje iemand kritiek zal geven. Dat we altijd door een soort grafiek in ons leven heen moeten, van ups en downs. En dat is nu eenmaal onderdeel van het leven. De een heeft wat meer grotere ups en lagere downs, maar iedereen heeft toch wel een zeker grafiekje waar je doorheen moet. En als we daar ons bewust van zijn, dan zijn we vaak een stukje gelukkiger. En dan hoeven we niet zoals de monnik gecritiseerd te worden door de Boeddha, omdat hij altijd zo graag mensen opzoekt die hem complimentjes geven. Zo, dit verhaal is wel mooi. En ik dacht, ik vertel dat vandaag samen met het verhaal van onze ezelpus. En dan misschien is het een interessante iets om over na te denken. Wat hebben jullie?